Beste sollicitatiecommissie, bij deze solliciteer ik voor de functie studenttutor 2016-2017. Mijn naam is Kim Grotelaar, ik ben 21 jaar en begin komende week aan mijn master. Het afgelopen jaar heb ik om de maanden op te vullen een bestuursjaar gedaan bij IFM-CNL. Als bestuurslid projecten en activiteiten faciliteerde ik het overleg van de Nationale Werkgroep Voorzitters, sprong ik in wanneer een van deze functies vakant was en was ik de verbinding tussen de Nationale Werkgroep Voorzitters en het bestuur. Gedurende dit jaar heb ik veel ervaring opgedaan in het aansturen van groepen van 5 tot wel 25 mensen, aangezien ik ook het aanspreekpunt was voor de commissies van alle nationale activiteiten. Daarnaast heb ik een half jaar Nationale Werkgroepvoorzitter van Medisch Onderwijs mogen zijn, waarbij ik veel heb geleerd over de mogelijkheden die het curriculum nog biedt naast wat het nu al biedt. De afgelopen 2 jaar heb ik seksuele voorlichting gegeven en lessen over orgaandonatie mogen geven op middelbare en op mbo-scholen. En dat heb ik met veel plezier gedaan. Momenteel ben ik op zoek naar de volgende uitdaging die meer verantwoordelijkheid biedt, zoals in het begeleiden van onderwijs. Problem-based learning zie ik als een methode waarin je doelgericht leert. Doordat je de theorie doorneemt aan de hand van casuïstiek, blijf je de praktijk als doel voor ogen zien en wordt de theorie zeker niet saai. Je weet immers dat een goede basis nodig is om die casus op te lossen. Ik denk dat de tutor daarop veel invloed kan hebben om niet alleen naar de oplossing te zoeken, maar ook aan te sturen dat de studenten de basiskennis opdoen, waar nodig natuurlijk. Daarnaast is het groepsproces heel belangrijk waar de tutor op kan bijsturen. Zelf heb ik in het laatste jaar een tutor gehad die er meerdere malen niet was. Als tutorgroep stonden we dan al wachtend in het lokaal voor de keuze. Houden we geen tutor en leren we niet van elkaar of toch wel een tutor zelf georganiseerd. Dit heeft mijn gedrag in de groep beïnvloed op een manier dat ik zeker wel de tutor wilde houden en ook wel voorzitter wilde zijn, zodat we toch onze presentaties hielden, elkaar wat leren en de opdracht voor de volgende keer alvast konden behandelen. Als derde element wil ik het groepsproces nog eens benoemen. Afgelopen jaar heb ik gemerkt dat er 2 componenten ten grondslag liggen aan groepsprocessen, namelijk wederzijdse verwachtingen en communicatie. Mijn conflictsituatie gaat dan ook over een gebrek aan beide. Het bestuur was net gewisseld, waar de Nationale Werkgroepvoorzitters al een half jaar in functie waren. Waar de verwachtingen van een bestuurslid ten aanzien van de werkgroepvoorzitters iets te hoog lag, waren ook de verwachtingen voor dit bestuurslid erg hoog en deze waren nog niet aan elkaar gecommuniceerd. De werkgroepvoorzitter die hier het meest mee zat, heb ik apart genomen en na goedkeuring van haar ook het bestuurslid erbij gehaald. Met z'n drieën aan tafel konden de dames eerlijk en geduldig hun irritatie uitspreken bij de ander. Hierbij heb ik enkel een faciliterende rol gehad en liet ik de dames om en om eerst hun mening uiten en daarna om en om reageren op elkaar. We hebben aan het eind van het gesprek een oplossing bedacht en konden het gesprek heel fijn afsluiten. Deze ervaring neem ik mee naar gelijkwaardige situaties waar meerdere mensen frustraties aan elkaar en of elkaars werkmethode hebben, om deze in een goed gesprek op te lossen. Met dit filmpje hoop ik u te hebben overtuigd en kijk ik uit naar een leerzaam jaar vol uitdaging voor zowel mij als tutor als de studenten. Bedankt.